Er zijn miljarden websites, van de overheid, bedrijven en instellingen, maar ook van groepen mensen of van individuen. Hoe weet je nou of de informatie die je hebt gevonden op een website ook echt betrouwbaar of bruikbaar is? Er zijn verschillende manieren waarop je een mogelijk onbetrouwbare website kunt herkennen. Is het bijvoorbeeld een persoonlijke website, met een forum of andere leden? De informatie die daarop staat is niet gecontroleerd en hoeft niet per se waar te zijn. Een andere manier waarop je de betrouwbaarheid van een website kunt verifiëren, is te kijken wie de website gemaakt heeft. Is er makkelijk een bedrijfsnaam of een andere naam van de maker van de website te vinden? En weet die persoon of dat bedrijf waar hij het over heeft, is de maker van de website deskundig? Actualiteit is ook van belang. Oude informatie is minder betrouwbaar dan recente berichten. Wanneer is de website bijvoorbeeld voor het laatst geüpdate?